de brug, we kunnen weer verder mee aan de slag. Net moest Nancy Mikke heel even snel een setje bandjes monteren. Waarom heel snel en eventjes? Omdat hij dan nu op locatie kan. Dan kan hij lekker doorgaan met werk van de zaak. En dan kan ik heel eventjes snel deze film voor jullie maken. Want de Flevo Vespa staat weer op de brug. Vandaag is de bedoeling dat ik het hele stuurkapje afbouw. Een akkertje erin gooi. Oh, ik heb een luchtfiltertje binnen gehad. Zie je. Alles nieuw. Verder heb ik ook. Akkertje kunnen erop zetten. Accu deksel, dat is deze. Die komt zo op, dan is het hier eigenlijk helemaal klaar. Dan kun je echt met de voorkant aan de slag gaan en gaan starten met het stuur. Zometeen komen de twee jonkies, waarvan er eentje een Vespa Sprint heeft met een 80cc denk ik. Die heeft heel erg gedipt naar het stilstand, hij heeft ook een kraaffiets trouwens. We gaan even kijken met de juiste trekveren die scooter zo meteen goed rijdt. Nu eerst, accu'tje erin, klepje erop en we gaan gewoon starten met het bouwen van de Flevo Vespa weer. Cool. Accu-tje in. Het is een accu'tje van Yuasa. Ik pak hem heel even uit nog. Hier staat het, Yuasa accu. En deze accu's moeten we zelf vullen met accu-zuur. En hier zit een ontluchtingsnippel, dat is dit pikje hier. Alles is een pikje, je weet het. Het is dus een ontluchtingsnippel en daar kan accu-zuur uitkomen. Als er geen leiding op zit en de accu-zuur komt eruit, dan valt het rechtstreeks op je frame. En accu-zuur bijt in metaal. Dus dan krijg je hier allemaal rare stof en allemaal narigheid. Moet je het willen, monteer gewoon altijd leiding op de nippel als die er zit. We werken trouwens alleen met Yuasa. Ook op de website joeyschaap.nl, omdat Yuasa echt het allerbeste merk batterij is wat ik ooit heb meegewerkt. Yuasa is wat Vespa origineel levert en waar ik voorstander van ben. De onderdelen die we nu gaan monteren, een hele hoop daarvan, die heb ik ook op mijn website gezet, joeyschaap.nl. Dit is de kleppendekselpakking, kleppendekselbouwtjes en ringjes die erbij horen. Waarom zeg ik dat op de site? Omdat je ze nu gaat zien in deze video. En omdat er gewoon heel veel vraag naar is, want ik had dit zelf ook nodig. Ik weet niet eens wat zo'n ding kost eigenlijk. Nu wel, omdat ik ze nu ook zelf lever, maar tot die tijd niet. En we hebben natuurlijk vaak te maken met deze producten, ook voor scooters in de werkplaats. Dus ik had maar beter op de site staan, want we kunnen heel makkelijk en transparant aan jullie laten zien, aan de klant hier in de zaak, wat dat ding echt kost. Het stuur heb ik in de laatste video gewoon eventjes voor hem te besturen gemonteerd. Hij zit nog helemaal los. Kun je ook aan de bovenkant zien. Dat was alleen maar zodat ik hem eventjes naar de hoek kan duwen en dat er in ieder geval iets in elkaar zit. We hebben nu dit allemaal wat we moeten gaan aansluiten. Dit is van de kilometerteller, gaskabel, remkabel, remkabel voorrem en de draadboom met remlichtsensoren en dingen voor het instrumentenpaneel. Die komt straks aan deze kant zo te zitten. Met natuurlijk de gaskabel erin. Dit is de rempot jongens, ook spiksplinter nieuw. Die komt aan de rechterkant, want alleen voor heb je een schijfrem, achter heb je trommelrem. En voor een schijfrem heb je altijd een rempot. Nou, precies, is perfect man. Deze bout is voor rempotten, of voor remklauwen. En je hebt er ook koperen ringetjes voor, om af te dichten. Ze noemen hem een banjo bout. Ik weet niet waarom, als jij het weet, reageer onder de video. Deze gaan we monteren.
remmen, jongens. We gaan er even afslijpen. Op de remkabel, die draad komt uit het tonnetje nog een stukje staaldraad. Het staaldraad is te lang dat het niet in de rem heeft gepast. Als het niet in de rem heeft gepast, dan moeten we een stukje afslijpen. Ik kwam niet uit het magazijn, ik kwam uit het opslagdepot. De binnenstuurkap, oranje van kleur. Wat vinden we daarvan? Gaan we in elkaar zitten en dan kunnen we het zien. Jongens, we hebben hier 1, 2, 3, 4, 5 keuzes uit mijn losse handvaten voor deze vliegtuig van. Ja. Allereerst, assistent nummer 1, welke zou jij kiezen voor deze scooter? Ik zeg rood. Jij zegt deze? Ja, ik ook hoor. Jullie zeggen allebei deze rode. Ja. Oké, goed. Hun kiezen voor de rode dus. We hebben keuze uit geel, rood, mijn losse logo. Gas logo heet het trouwens, best wel grappig, check op mijn site. En het andere Molossi logo met wit-zwart. Op de andere Vespa's, op de andere Vespa en de Piaggio Sip en de Thunderers hebben ze ook al zitten. Maar welke zeggen jullie dat ik moet gaan monteren? Ik leg ze even van links naar rechts, zo. Kiezen jullie voor 1, 2, 3, 4 of 5? Reageer maar in de comments of we 1, 2, 1, 2, 3, 4 of 5 gaan. Wij gaan nu op locatie een bandje op locatie doen aan de achterkant, want er staat eentje met pech langs de weg. Let's go. We zijn onderweg, maar waarheen, cameraman? Bandje. KitKat. KitKat. Eerste KitKat chunky halen bij de benzinepomp. Zo word je dik dus. En daarna gaan we het bandje doen. We moeten wel energie hebben om eventjes deze klus te klaren. We zijn er weer. Op locatie. Ik ga even mijn bus openmaken en ga even het bandje draaien. Achterbandje van iets met 10 inch. Thank you.
nieuw bandje zit erop. Zijn oude band zag je net, zit allemaal stof in, hij heeft te lang op doorgereden. En dit zit in zijn achterband. Wij gaan nu terug naar de zaak, ik maak even het scootertje af en dan het laatste stukje van de Flintstone Vespa. Die komt eruit in de volgende aflevering. Gaan wij een scooter start maken. Laat ik nog één ding binnen gaat en dat is het embleempje hier. Die plakken we even terug op. Helemaal mooi zo. En klopt ook nog. Het is een S50, het is een 4-takt. We hadden nog de vraag gesteld in onze vorige video: welke kleur het kapjes worden onder het spatbord? Weet je wel, die groen of zwart? Die thuis. We hebben de uitslag toch? Ja, we hebben de uitslag. Uitslag is hier. Volgende aflevering gaan wij de scooter start maken. En dan zien we hem al een beetje mooi worden. Ja, hij is bijna af. Laat ons weten welke kleur, welke type handvaten van Belossi, die je ook hebt besteld op joeyschaap.nl, ik zou moeten monteren op deze Vespa Flintstone Vespa. Flintstone Vespa. Ja? Snap je het nog? Oké. Okay. Dus, als jij nou ook van die vette handvaten wil, van Belossi, dan kun je ze checken op mijn website www.joeyschaap.nl. Als je mij wil supporten, Joey Schaap, ga dan naar www.joeyschaap.nl en bestel je Daya onderdelen die we ook hebben gemonteerd op deze scooter trouwens. Ook dit spul kun je daar bestellen. Bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie je de volgende keer de video. Wanneer die start. Want in de volgende video gaan wij hem proberen stand te maken. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Nassim, dankjewel. Nassim.